Op een filiaal van Scapino aan de Kloosterdreef in Eindhoven is dinsdagmorgen een gewapende overval gepleegd. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de eerste berichten is er sprake van één dader. Het betreft een kleinere man die een zwarte helm droeg en zwarte kleding. Hij bedreigde het personeel met iets wat leek op een pistool. De dader is na de overval gevlucht. Hoeveel hij heeft buitgemaakt is nog niet bekend.